Voor de nachtburgemeester heb ik dan wel een mooie illusie in petto. Ja. En daarvoor heb ik eerst het volgende nodig. Kijk eens even goed aan. Volgens mij, oh ja, ik zie het hier al. 50 eurocent. Wow. Hey, mag ik jou met deze 50 cent een bartrucje laten zien? Tuurlijk. Oké, okay, te gek. Deze mag je even vasthouden. En dan pakken we ook even een glas erbij. Mm-hmm. En wil je even inspecteren dat dit ook gewoon een normaal glas is? Aha. Dan neem ik het muntje van je terug. Ik zet even een bierveeltje hier neer in het glas. Gaat er ondersteboven zo op. Ja. Nu is die hermetisch afgesloten. En kijk wat er nu gebeurt, Karel. Je staat er met je neus bovenop. De 50 eurocent, die pak ik en... Dat kan niet. Dat hoor ik wel vaker. Nee, dat kan gewoon niet. De munt is dwars door het glas gegaan, maar ik wil nog één ander ding laten zien. Ja. Hou je hand even op, neem die munt en dan moet je even inbeelden dat die in één keer onzichtbaar wordt. Beeld je in dat dit een onzichtbare 50 eurocent is. Nu pak ik dit glas en dan mag je bij drie die onzichtbare munt in dit glas gooien. Concentreer je. Hier gaan we. Dit ga je niet geloven. Je hoeft niet eens aan te raken. Hij zit in die hand. Dat kan niet anders. Nee, nee, er zit niks in mijn hand. Ik, oh. 1, 2, 3. Oh. Dat kan niet waar zijn. Scheer je nou toch op? Wat deed jij nou, Karel? Ik deed helemaal niks, man. Je gelooft het niet. Hé, top. Bedankt, hè. Top. Dit kan gewoon niet. Ik kan dit niet verklaren. Waarom? Nou, en dat is zo top. Ervaar het eindelijk zelf. Ga naar mindfucklife.nl.